Hoi, leuk dat je kijkt bij een nieuwe weekvlog. Ik zit weer in de auto, maar dit keer met een andere reden. Namelijk, hij is verkocht. Dus ik heb Kobe hier naast me. Maar we gaan de auto wegbrengen. Ik ben zo zenuwachtig. Ik weet niet waarom. Ik ga hem denk ik heel erg missen. Maar ik ben ook wel blij, want ja, I just need the money. En ik heb de auto ook niet nodig. Ik bedoel, het is al best wel weer een tijdje geleden dat ik ermee heb gereden. Volgens mij vorige week was de laatste keer met de meiden. Zo, we gaan hem verkopen, hè, Kobe? Ja? Dus, yes, laatste ritje. Bestemming. Kijk, jullie weten natuurlijk hoe gek het is gegaan met auto's met mij. Eerst had ik een Fiat 500 en die had ik aan mijn moeder gegeven, omdat ik niet zo goed durfde te rijden. En toen had Eddie voor mij een Mini Cooper gehaald. Echt super mooie Mini Cooper, panorama dak, alles erop en eraan. Maar dat was een beetje een miskoop, want die was eigenlijk na een week al stuk. En toen mocht ik mijn eigen auto uitzoeken van het geld. En toen heb ik deze uitgezocht. En eerlijk, deze auto heeft me zo leren rijden, want ik vond rijden echt heel eng. Maar nu rij ik zo 130 linkerbaan. Dankjewel, lieve Fiatje. I'm gonna miss you. En je krijgt een heel mooi nieuw huisje waar je wel gewoon wordt gereden, want ja. Het is maandag, het is volgende dag. En we zitten in Eddie's auto. We gaan even weekboodschappen doen. Like always. En ja, ik had gisteren even mijn boodschappenlijstje gemaakt. Hè? Dankjewel. Dat was ik ook weer vergeten. Dus ja, dat is een beetje onze maandag. En Eddie gaat vandaag wel weer werken, want hij moet nog zoveel doen. Dus ik als een goede wifi laat hem gewoon werken. Ook voor mezelf natuurlijk, want hey, geld moet rollen. En oh ja, ik wil jullie iets bijzonders vertellen. Ik weet niet of jullie geloven in dit, maar Law of Attraction heeft voor mij in één dag gewerkt. En ja, ik geloof sowieso heel erg in Law of Attraction. Ik denk dat de afgelopen 3 jaar, sinds wij echt zo erg aan het manifesteren zijn met z'n tweeën, is tot nu toe alles gelukt wat we wilden. Niet normaal, hè, eigenlijk. En 2 dagen geleden waren we Kobe samen aan het uitlaten. En toen zag ik een vallende ster. En toen zei ik nog tegen Eddie van, oh, ik ga een wens doen. En hij zei, nee, wel voor jezelf houden, want anders komt het niet uit. En toen dacht ik nog, ga ik materialistisch denken? Of wat ga ik denken? En toen dacht ik, nee, weet je wat? Morgen verkoop ik mijn auto. Ik kreeg een reactie, ik heb gelijk mijn auto weggebracht. En nu is mijn auto verkocht. Binnen 1 dag. Ik vind dat heel bizar. Dus ja, dat wou ik even zeggen. En nu gaan we weer boodschappen doen. En we gaan een trein kopen van Juda, want mommy is rich now. Nee, grapje, ik moet heel veel andere dingen betalen. Nee. Gaan we die openmaken? Wat is dat? We hadden voor jou ook een afspraak gemaakt in de winkel, hè? Dat je even zelf iets kon uitzoeken. Doe de jump. Papa, kus. Doei. Oké. Papa. Ik vind het voor Juda ook heel leuk dat hij gewoon ook een winkel in kan lopen. En met zijn spaarcentjes leert dat hij gewoon zelf iets kan maken. Ja, hij is zo dol op treinen. Gaan we jouw trein in elkaar zetten? Ja. Ja, waar is je andere trein dan? En daarna even de boodschappen uitpakken, hè? Want dat moet ook gebeuren. I love you.
Goedemorgen en welkom bij weer een hele exciting dag in Arnhem. We zijn in de winkel. Koop je ze ook? Zeg maar hoi. Dit is een... Oh, ik ga altijd helemaal stuk om die hond. Het is een hele exciting dag. Want ik ga nog iets van mijn manifestation list afhalen. Want ik wil al een hele lange tijd een nieuwe laptop die al mijn programma's aan kan. Want ik heb een goede laptop, maar... Oh, die gaat muziek draaien. Maar ik werk met best wel heftige 3D-programma's en Photoshop-programma's. En mijn laptop kan het gewoon allemaal niet meer helemaal aan. Dus ik had een nieuwe nodig. En today is the day! Ben je niet blij voor mij? Ik ben blij voor jou. Oké. Okay. Dus ik heb een afspraak gemaakt bij de Coolblue en daar ga ik naartoe. En het is ook exciting day, dat zeg ik fout, het is ook een exciting day, want de winkels zijn weer open. We kunnen lekker shoppen. Oké, okay, doei. Oh mijn god, ik ben helemaal bezweet. But I made it. Had je ook een keer wat getild, hoor? Huh? Een keertje wat getild, even, kijk deze zak. En ik liep met een doos Water Wipes. Dat zijn van die natuurlijke billendoekjes voor kids. Die zijn altijd heel duur. Maar die waren nu in de aanbieding bij de Kruidvat. Dus ik dacht, oh, neem ik die gelijk mee. En die laptop. Dus ik loop zo, scheurt die tas, laptop op de grond. Gelijk al. Maar ja, hij is gelukkig wel goed verpakt. So, let's do an unboxing. Yes, ik heb deze week eindelijk unboxings. Oh ja, en mijn nieuwe kruk is binnengekomen. Want ik zit hier op dat houten ding van de IKEA en dat zit gewoon niet lekker. Dus die gaan we ook even unboxen. Het is een hele dag vol unboxings. En Westpac komt vandaag ook binnen. Westpac is waar wij al onze doosjes en vitrine materialen vandaan hebben. Dus gewoon echt een... Ben je een ondernemer en doe je sieraden en zo, dan raad ik Westpac echt aan. Het is echt top kwaliteit voor niet een hele gekke prijs. Wat kijk je nou? Je moet even hier zitten, want jij gaat steeds papa's boormachine kapot bijten. Ja, en dan mag je zo weer eruit. De stoel is af. Het is echt een grote stoel trouwens. Maar je zit wel lekker, daar ging het om. Zo. Here we go. En ik dacht misschien is het leuk om er een soort ASMR video van te maken. Voor de mensen die het niet weten, dit is het volledig uitgeschreven. De MacBook Pro. Ik had al een MacBook Pro. En mijn vorige MacBook die had een i5 processor, als mensen weten wat dat is. Maar die kon het gewoon niet aan. Dus ik had een i7 of hoger nodig. En ik wilde graag een groter beeld, want je hebt ook die M1 chip, maar die man die zei van het is een goede chip, maar die gaat jouw programma's niet aankunnen. Dus, we're going big! Open this baby up. Hoe gaat hij open? Oh, hij gaat zo open. It's so big and beautiful. Dit is echt het allerchillste. Dit ding eraf halen. Oh, hij is echt groot. Zo'n dingetje met Apple altijd, hè? Waarom praat je door mijn ASMR? Tegen mij zeggen dat ik mijn mond moet houden. Oeh, it's starting. Oh, zo fijn een groot beeld. Ik heb dat echt gemist eigenlijk. Hoi, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe dag. Het lijkt wel alsof ik de vlog aan het openen ben. Het is vandaag woensdag. Ja, en ik moet even opschieten, want ik heb weer een afspraak bij de Coolblue. Want ik wil een nieuwe microfoon voor mijn camera, die heb ik besteld.
En we gaan naar de Bershka. Maar ik moet nog even ontbijten. Dus ik heb een cracker met muhammara en kipfilet. Ach, lekker. De lege straten van Arnhem. En in de mooiste straat. De Weverstraat, nummer 30. Dit zit er trouwens nog op, maar dat gaat er binnenkort af. We wachten nog op de nieuwe stickers. Oh, je bent gewoon lekker aan het werk ook. Wat denk jij nou? Ik ben hier niet om te shoppen. Nou, en ik ga mijn nieuwe... wat heb ik ook weer? Oh ja, microfoon uitproberen. Ik ga mijn week uitproberen. Laat mij even weten wat jullie van het geluid vinden na deze scène. Want ja, I need to know of het beter is of dat het a waste of money is. Ik ben helemaal alleen. Er is helemaal niemand, dus ik heb het hele week voor mezelf. Ik heb alles, bijna alles wat ik zocht. En look how cute. These are. De meid is geslaagd. Even een kleine sneak peek. It's color. Maar ik ga er een shoplog van maken. En ik denk dat ik die nog voor de vlog online gooi. Misschien vrijdag. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ik vond het in ieder geval heel fijn om even een winkel in te lopen. Ik heb niet heel veel items gekocht. 4 of zo, maar gewoon wel items die ik echt wil dragen. En ja, ik had de hele winkel voor mezelf. Ze waren zo lief aan het helpen en aan het meedenken. Ik zeg, ik had deze gezien, in die maat heb je die. En dan pakken en naar de paskamer brengen en zo. Dus het was echt een hele shopervaring. Echt leuk. Oké, ik dacht, omdat we nu morgen de schermen van de ramen afhalen, want nu staat er nog coming soon en dan zetten we er iets anders op. Laat ik wat ballonnen opblazen, want dan een beetje leuk inrichten van we zijn nieuw. Alleen er zit hier iemand die helemaal gek wordt van de ballon. Ja, maar die mag jij niet. Oh, en het duurt zo lang. En ik heb een TikTok-account voor Eddie aangemaakt. Ik link hem even hieronder. Leuk als je het gauw gaat volgen voor mij. Nou jongens, daar gaan we. We zijn zichtbaar voor de stad. Althans, mensen kunnen er binnen lopen vanaf nu. Of naar binnen kijken en lopen. We halen de coming soon eraf. Want we zijn er al. So not coming soon anymore. Maar het is wel een heel gedoe om al dat plakspul eraf te halen. En het regent, dus ja. Oké, we zijn twee break-ups later. Wel weer samengekomen ondertussen, maar dit is een hel. We hebben nu de stickers. Deze is wel goed gelukt. Alleen deze niet. Hij blijft niet plakken op het raam. Hi, het is vandaag. Het is donderdag en kijk hoe ik film. Even leuk dit. We hebben een spiegel eindelijk geplaatst. Ook echt een mega grote spiegel. En doe ik even snel mijn outfit. H&M, Zara en deze zijn van Elise Store. Echt mijn favorite boots, loopt zo lekker. En ik heb de shop een beetje versierd. En nu het allerbeste ever is binnengekomen voor ons dan. De pakketten van Westpac. Nu kunnen we eindelijk gaan beginnen met de vitrinekasten. Oh, kijk wat ze mee hebben gegeven. Mooie bidon. Ja, recycling. Wat is dit? Oh, dit is een testerpakketje. Kijk, dit zijn dus de soorten doosjes die je kan laten maken. Mooi met goudfolie. Kijken. Dit zijn de wat luxere doosjes. Die hebben wij. Oh, deze. Ja, of iets groter zelfs nog. Ja, dit is een schuifdoosje. En wij hebben die dan in het zwart met ons gouden logo. Hier zijn alle prijsdingetjes. Next. Het is wel handig, hè? Die unboxing niet met één hand te doen. Ja, dat jij het voor me doet. Oh, de ringenplateau. Dus
hier kan je allemaal ringetjes inleggen en dan mooi laten zien aan mensen. Oh, kijk, dit zijn voor de vriendenkassen de ringen. Hier kan een paar oorbelletjes in. En hier hebben we er dan 3 van. Mooie armbandjeshouder. Is ook wel mooi met dat beetje lerenachtige. En we hebben een mannelijke buste, want er komen hier voornamelijk guys eigenlijk voor kettingen. Oh, lekker ding hoor. Goeie chest. Ja. Shea. Pretty. Kijk, is toch leuk als allemaal van die mensen van dit soort mooie tasjes door de stad lopen. Pakpapier. Oh, dat is die vloeipapier. Om mooi in de tasjes te doen. Heb je een mooi papiertje zo. Kijk, en het is eco. Ja, ja, we doen wel eco-friendly. En dit zijn dan de doosjes die we nu hebben. Zo. Met zo'n goudafdrukkie. En dit is iets grotere voor de grotere grills. En dan hebben we ook nog een hele grote voor... Even kijken. Voor hangers en zo. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben vandaag thuis gebleven, want ik ben weer ongesteld geworden. En aan de ene kant heel fijn, want ik ben blij dat het werkt. Maar ik vond het vannacht heel heftig. Ik dacht bijna dat ik weeën had of zo. Het enige is, ik wilde een hol opnemen. Want ik heb best wel wat binnen, zoals je ziet. Maar ik ben heel erg loaded nu. En ik zit niet zo lekker in mijn vel. Ik voel me ook niet echt mooi. Ik moet ook nog make-up op doen. Maar ja, you know the feeling. Ik ben bang dat het allemaal niet gaat werken. Dus misschien dat ik het wel doe, misschien niet. En ik heb een race tegen de klok. Het is nu 9:50. En dit doe ik eigenlijk altijd als ik alleen thuis ben. Of met Juda. Ik wil voor 12:00 het hele huis schoon hebben. Zodat ik na 12:00 allemaal andere dingen kan doen. Zoals boodschappen en een video opnemen en editen en dat soort dingen. Dus ik heb nu... Ik was om 7:00 wakker. Ik heb nu beneden al helemaal gedaan. En nu gaan we boven doen. Dus badkamer, slaapkamers, beddengoed, wasjes. In 2 uur tijd. Als een oud omaatje, want ik kan niet snel bewegen. Dus ik ga dat nu doen. En dan laat ik het jullie weten of het is gelukt, natuurlijk. Zo, ik heb een haul opgenomen. En die ga ik zo even editen op mijn nieuwe laptop. Heel veel zin in, want hij is zoveel sneller. Zo fijn. Alleen, ik was naar het geluid aan het luisteren van de vorige video's hiervoor. Met dit ding. And I don't like it. Ik vind het niet goed. Ik weet niet. Het klinkt alsof ik in een vissenkom zit. Dus sorry voor de geluiden hiervoor. Vonden jullie het wel beter? Laat me even weten. Misschien dat ik een andere haal. Want je hebt ook eentje van Rood of Rodeo of zo. Die is wel een stukje duurder. Maar als het geluid zo blijft klinken, vind ik het echt niet waard. Je hoort de hele tijd gefrommel aan dit ding en zo. Dus nope. Kom eens even hier, mijn baby. Kom eens even hier. Hey. Hebben wij lekker een dagje samen? Ik vind een haul opnemen echt heel leuk om te doen. Zo'n shopvlog. Het enige is wel, het kost zoveel tijd. Alleen wat ik dan doe is tussendoor ook een reel maken en foto's maken. Dat ik in ieder geval genoeg content heb voor een week. En het is ondertussen 2:30. Dus ik hoop dat ik voor 4:30 klaar ben met editen. En dan opruimen. Want als Eddie thuis komt, krijgen wij problemen. De boys zijn ondertussen alweer thuis en alweer trein aan het bouwen. En ik maak even een groentesoepie. Ik dacht, ik dacht ik ga even wat gezonds maken. Want door de, ja, dat heb ik gewoon gisteravond 2 frikandellen zitten wegvreten om 11:00 s'avonds. Dus dan moeten we heel even anders gaan doen. Dus even een groentesoepie met een stokbroodje en wat lekkere dippies. En ik heb ook wat nieuwe
bloemetjes gehaald. Ja, dat is onze avond. Wat gaan we doen vanavond, babe? Gaan we partyen? Let's go! Ik heb zo erg zin in een feestje. Oh. Gewoon even... Vanavond. Ja, gaan we met z'n tweeën zuipen? Ik heb whisky genoeg, dus let's go. Ja, maar ik drink geen whisky. Dan moet ik iets anders voor wat jou zijn houden. Dit voor radiozenders? Oh, je moet dit. Vind je het leuk, Juda? Lekker. Goedemorgen. Zeg maar goedemorgen. Wij zijn even onderweg naar de intratuin. Het is zaterdag vandaag. En ik had in de vorige vlog gezegd dat ik mijn haren zou gaan verven. Maar ik was helemaal in de war. Dat is volgende week. Dus ik heb besloten om een beetje toch donkerbruin te gaan. Maar ik twijfel nog over warmbruin of assigbruin. Want het wordt zomer, dus dan vind ik warmbruin ook wel weer mooi. Alleen, ik weet niet. Warmbruin wordt altijd gelijk een beetje soort rood-oranje of zo. Dus dat. We gaan even plantjes uitzoeken voor de winkel, want die is bijna af. En dan ga ik een officiële tour maken. Dus stay posted. Wat doe jij nou? Dit is echt mijn jam gewoon. Ik denk van iedereen. Dit is gewoon summer festival vibes. Woo! Er is zo'n leuk pakketje binnengekomen. Wacht, dit lukt mij nooit met één hand. Dit heb ik gekregen. En even zo. Ik zag dit ook al voorbij komen op de vlog van Campbell. En toen dacht ik, oh, dat ziet er lekker uit. En nu hebben ze het mij ook opgestuurd. Ik voel me echt een influencer. Hoi Julia, voor jou een lekkere mix cookies. Een apple pie bloekie. Oeh. I'm curious. Oh, Eddie, kijk dan. Dit zijn toch geen koekjes? Oh, lekker. Oeh, deze ziet er lekker uit, zeg. Kijk. Geef. Oh. Ja. Oh, deze dingen voelen zwaar machtig aan. Ja. Het is onze lunch, denk ik. Yo, guys. Thanks. Humble and crumble. Ik zou even een linkje hier doen. Ik ga wel eventjes al eentje vernietigen, hoor. Nou, succes. Ik zal het linkje even hieronder doen. Als je ook van dit soort heerlijke koekjes wil, dan let me know. Oeh. Oh, this is gonna be mighty. Damn. Lekker man. Het is lekker. Oh. And by the way. Hebben jullie het nieuwe album van Justin Bieber al gehoord? Oh mijn god, ik ben zo blij. Ik vind niet alles goed, maar dit nummer is echt niet leuk. Dit is een hele dansvlog. Ik dans nooit. Het enige wel, nu dat weg is, kan iedereen ons zien gek doen. Oh, lekker man, die koekjes. Zo. That's that shit. Badass bitch. Maakt niet uit dat deze video copyrights krijgt, want dit is echt een goed nummer. Ik ben weer helemaal vergeten te filmen vandaag. Want ik zou een kleine tour gaan doen. Wat ik niet heb gedaan. En ik heb de vitrinekasten ook al leeggegooid. Maar ik ga het heel even snel doen.
Goedemorgen, het is vandaag. Jezus, zondag. En we zijn in de winkel, want weet je nog... Oh, ik ben een beetje over de... Weet je nog een paar dagen geleden dat we de sticker er niet op kregen? Nou, mijn werkgever heeft iemand gestuurd, mijn vorige werkgever, om die sticker even goed op te plakken. Dus die komt als het goed is zo. En dan hebben we eindelijk de sticker, babe. En even mijn outfit. Ja, kom je er ook bij? Zeg eens, wat heb jij aan? Jasje van de Zara. Broek van de Zara. Laat eens je trui zien. Je hebt een hele mooie trui aan. Die doen we alleen op zondag aan, hè? Hey, Patsachi. En Jordan. En ik heb een leren broek van Stradivarius. Topje Zara. H&M. Schoenen ook Stradivarius. En deze is van Pretty Little Thing. En I know it's fake. Maar ik vind het gewoon... I love it. Ik kan geen Prada betalen, dus... Ik heb Juda afgelopen week niet zoveel gefilmd. Ja, mijn maatje. Want hij is... Wanneer? Een paar dagen geleden heel hard gevallen. En daardoor is zijn hele oog zo helemaal blauw. Ziet er echt heel heftig en zielig uit. Maar hij is gevallen. En het lijkt gewoon alsof iemand hem geslagen heeft. Maar dat is niet zo. Dus daarom film ik hem niet te veel. Maar hij is lekker aan het chillen. En maatje, was je zo hard gevallen? Ja. Ja. Op de kraan. Op de kraan gevallen. Ja, we hebben zo'n kraan met zo'n hendel eraan. En meestal als we dan fruit gaan snijden en zo, zetten we hem op het aanrecht. Maar hij verloor zijn evenwicht, dus toen was hij gevallen. Maar ja, hoort er ook bij hoe vaak wij al niet met hem naar de spoed / eerste hulp en dat soort dingen zijn geweest. Echt niet normaal. Maar, kids. Ik ben ondertussen alweer thuis. En Eddie en Juda zijn heel even naar zijn ouders gereden. Dus ik mag deze ravage even op gaan ruimen. En kijk hoe cool deze tuinbakken zijn. We hebben deze en deze van de Lidl. En het kostte volgens mij maar 15 euro per stuk. Gisteren waren we ook bij de Intratuin geweest. Ze hadden ook zoiets gezien, maar die waren gewoon bijna 100 euro. Dus ik dacht, meenemen die handel. En hopelijk kunnen we dan ergens deze zomer de tuin gaan doen. Maar het is zondag, dus ik ga de vlog afsluiten. Ik ga snel editen, dan opruimen. En dan komt Kadi eten. En ga ik haar naavondjes even doen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Vergeet trouwens ook niet, ik heb hier een afspeellijst nog met... Al je favoriete vloggers met de nieuwste vlogs gewoon in de afspeellijst. Dan hoef je niet iedere keer te typen en kan je dit gewoon afgaan. En ik heb ook nog een video opgenomen met een haul. Geen unboxing of the week deze week, omdat ik dus die haul heb opgenomen. Dus check hem ook even en tot volgende week!